zit hier op de vooravond van de wedstrijd tegen Wales. Hoe is de voorronde gegaan? Ja, dat was top gewoon. Ik kan het niet anders stellen, Bob. Het was, ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is fantastisch. Ik dacht het bij voorbaat al, tenminste wist het natuurlijk, maar het was geweldig. Ja. Had het te maken met de doorgevoerde wijzigingen? Nou, kijk, het is natuurlijk wel, als we voor Nederland waren geweest, had ik er niet zo bij gezeten. Dus die wijziging naar België was top. Ja, nee, toch zeker wel. Ja. Nee, daardoor hebben we het wel gehaald. Ja, dat denk je zelf. Anders werd niks natuurlijk. Het team gemotiveerd voor de wedstrijd tegen Wales? Ja, ik weet niet waar Wales ligt, weet jij dat? Ik ken helemaal geen land wat Wales heet, joh. Dat zal toch wel gewoon een beetje strafschop aan het begin al worden. Zo, hop, zonder keeper en weg. En dan kunnen we gewoon even naar een echt land in ieder geval. Ja, lijkt me beter. De voorbereiding. Nou ja, kijk, dat gaat goed. Ik ben er hard mee bezig. Dus ja, nee, dat is geweldig. Ik heb pen, papier, notitieblok. Ik zit er helemaal klaar voor. Het scherm ook boven me, maar ja, dat zie je nu even niet. Maar ik ook niet, dus dat maakt niet zoveel uit. Nee, dus met de voorbereidingen zit het ook wel goed. Ja hoor. De verrassende uitslag van afgelopen zondagavond. Ja, winnen is altijd goed natuurlijk. Ja, en als je dan met 6-0 zo die schasten, dat ding uitschiet. Ja, dat is, ik kan niet anders zeggen dan dat ik diep geëmotioneerd was van deze overwinning. Dat is zeker wel. Had ik nooit verwacht trouwens hoor. Ik had eigenlijk nooit zoveel met België, maar ja, nu wel. Gaan we nog wat merken aanstaande zaterdag bij Lucas zelf? Ja, weekend, hè. Weekend zal weer donker worden. Ja,